alsjeblieft, Michael. Eet smakelijk. Dankjewel. Ze kennen hem zelfs bij zijn voornaam hier. Michael is een echte fan. Hij bezoekt hem 3 tot 4 keer. Per week. En hij is niet de enige. 2 keer in de week of zo. Ja, als ik honger heb en even snel iets nodig heb. Dan is een makkelijke hap. Omdat je er niet omheen kan. Je kan zoveel McDonald's tegen en de burgers zijn gewoon super. En dat terwijl we donders goed weten dat het niet gezond is. En toch gaan we. Omdat naar de McDonald's gaan relatief goedkoop is. Het is gemakkelijk. Je kunt er snel eten. Het ruikt gewoon heel lekker. Het ruikt heel lekker. Als ik langsloop of zo bijvoorbeeld. En er zit veel suiker, vet en zout in. En dat vinden we lekker. Hoewel de McDonald's probeert in te zetten op de gezonde hap, blijft de ultieme favoriet toch... Big Mac. Big Mac. De Big Mac. Natuurlijk, ja. Maar dat is niet eens de slechtste hap. Quarter pounder crispy bacon. Wow, oké. Wil je hem nog een keer doen? Nee. Quarter pounder crispy bacon. Die dus met 645 calorieën in de top 3 slechtste burgers. De Maestro Burger is met ruim 750 calorieën de runner-up. Maar de caloriebom van de Mac is de Big Tasty met bacon. Met bijna 900 calorieën. En ja, af en toe is prima. Maar meerdere keren per week... Nee, ik kom bijna niet aan. Ik heb er geen moeite mee. Als je ergens niet dik van wordt, wil dat nog niet zeggen dat het gezond is. Ik weet dat het echt niet gezond is. De samenstelling van de voeding is zodanig dat het toch veel gezondheidsrisico's oplevert. Maar ik ondervind geen klachten, dus ja, weet je waarom zou ik het later doen? Nog niet, hè? Maar het kan nog komen. Ja. Grotere risico's op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten. En dat zijn ziektes die zich over een langere tijd ontwikkelen. Dus je kunt je nu prima voelen, maar dat wil niet zeggen dat je nu gezond bezig bent. Moeten we niet gewoon vandaag er gewoon even iets gezonds bij doen? Er zit toch al slaap te burger? Die haal ik er normaal altijd af, maar... Voor de show eet je de slaap vandaag ook op. Nou, eet smakelijk nog, hè? Geniet ervan.